Nee. Waar blijf je? Hallo. Blijven ze nou? Ja, hallo. Jongens, weet je wat we doen? We gaan gewoon beginnen. Ja. Weet je, dan komen ze vanzelf als ze ons horen. Ja. Klaar? In de mini? Ja. Tommy, Wino, aandacht, hè? Concentratie. 1, 2, 3, 4. Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen. Zakkenbouwtjes vinden. Jongens. Volgens mij is het niet hard genoeg. Het moet veel harder. Oh ja. Zatkabouter spillebeen. Ja, en? Zatkabouter spillebeen, heen en weer te wippen. Ja, hela, hola, zeg, wat is dit allemaal? Hou hier ogenblikkelijk mee op. Ja, nee. Nou, we zijn gewoon aan het zingen. Ja, ja. Zingen? Ja, buurman, wij zingen op een grote paddenstoel. Precies. Ja, nou, dit is geen zingen, dit is lawaai maken. Ja, maar. Ja, niks te maar. Weten jullie wel hoe hard het klonk? Zeg? Ach, man, het klonk helemaal niet hard. Het was lang niet hard genoeg. Nee. Zal ik eens even voordoen hoe hard het klonk? Okay, op een grote paddenstoel, rood met witte stippen. Kijk dan. Hey, zijn jullie al begonnen? Ja? Leuk dat u meedoet. Ik doe helemaal niet mee. Ik doe alleen even voor... Ik ga ogenblikkelijk winnen. Oh, nee, blijf jongens, niet jongens, door. Nee, nee. Ja. Stilte, concentratie. Oh ja, stilte, daar gaan we. Ja, daar gaan we. En... Op de grote paddenstoel, rood met witte sippen. Ja. Zakkenbouter spillebeen, heen en weer te wippen. Kraakspoen de paddenstoel, met een diepe zucht. Vroeger bij de beentjes, ja. Hopla, door de lucht. Jongens, moet ik weg. Wacht even, als ik zo doe, dan is het weg, hè? Oké, het is afgelopen, schijnbaar. Het zal toch niet waar zijn, hè? Hé, wat is er aan de hand, buurmanbaasje? Die Tommy, die Inimini en die Pino van u... die gooien dus een levensgevaarlijk stuk speelgoed naar mijn hoofd, ja? Nou, dat zal wel een ongelukje zijn dan. Niks ongelukje. Dit is een aanslag, hè? Dit was expres. Ik had wel zwaar gewond kunnen raken, meneer, of erger nog. Hé, Tommy! En die andere twee vlerken ook. Hou daar onmiddellijk mee op. Ik hou jullie in de gaten. Kijk nou, ze zijn gewoon buiten aan het spelen. Nee, Burk. Dat kan toch niet? Nee, Burk nou. Ja. Oh, kijk nou, zie je ze gewoon de knuffels naar buiten. Nou ja, het is Burkie maar. Nee. Het is Burkie maar. Maar ondertussen heb ik dus een levensgevaarlijk stuk speelgoed naar mijn hoofd gekregen, hè? Was het dit konijntje? Dit is het konijntje van Burk. Ja, nou, ja, dat kreeg ik dus op mijn hoofd. En dat deed verschrikkelijk zin. Echt waar, hè? Ja. Nou ja, dan gaan we meteen wat aan doen. Ik ga eens even bellen. 1, 2... Maar wat doet u nou? Ik bel even een zieke auto. Nou, nee, dat is niet nodig. Ja, ik denk het wel, ja. Hallo, met de zieke auto? We hebben hier een zwaar gewonde in Sesamstraat. Ja, hij heeft een knuffeltje op zijn hoofd gekregen. Ja, het viel wel mee, hè? Ja, hij zegt dat het verschrikkelijk pijn doet, ja. Ja, dat hij... opereren waarschijnlijk, ja, met een zaag... Wat bent u toch eigenlijk een vervelende vent, hè? Nee. Hey, Frank, je ging toch niet echt bellen, hè? Het was alsof... Brengen jullie het knuffeltje maar gauw naar Purk. Ik ga verder, dag. Hey, kom in! Ja, kom in! Ja. Kom maar. Ja, hè, dat krijg je nou. Zo, nee, niet gooien. Zo. Kijk dan. Ik heb Frank getekend. Kijk, oh ja. Oh ja, wat mooi. Pino, wat heb jij getekend? Hé? Dat zie je toch? Nee. Dat is zien. Oh ja, zien. Oh ja, nou zie ik het. Ja, zien. Duimpje, buurman, baasje, die ga ik tekenen. Ja, buurman. Ja. Wilt u even daar stil blijven staan? Ja, leuk. Stil blijven staan? Ja. Ja, want wij gaan nu natekenen. Ja. Oh nee, zeg, daar komt helemaal niks van in. Ik wens niet nagetekend te worden. Huh? Nee?
Waarom niet? Nou, omdat jullie daar dan een hele stomme tekening van gaan maken natuurlijk. Dat doen wij helemaal niet. Nee. Jawel, dat doen jullie wel. Jullie gaan mij dan tekenen, hè, alsof ik heel boos ben met een heel raar boos gezicht. En bijvoorbeeld met allemaal spuug. Ja, lach er maar om. Hè? Mij een beetje voor paal zetten met een tekening. Alsof ik de een of andere idioot ben die met zijn voeten gaat stampen en met zijn armen gaat zwaaien. Terwijl ik altijd heel erg netjes en heel erg rustig en heel erg beschaafd ben. Hè? Ja. Wat zei ik nou? Niet mij natekenen. Maar ik heb u ook helemaal niet nagetekend. Oh nee, en wat is dit dan? Dit is een tekening. Van iemand anders. Oh ja, en van wie dan wel? Ziet u wel, dit is een boze iemand met stampvoeten, spuug en gebalde vuisten. Ja. Dat kunt u helemaal niet zijn. Nee, want buurman, u bent altijd heel rustig. Ja, en heel netjes en heel geschaafd. Ja, u gaat nooit stampvoeten. Nee. Zoals die meneer op de tekening. Nooit. Nee hoor. Hè? Ziet u wel? Dit is iemand anders. Dit is buurman Boosje. Ja. Nou, vooruit dan maar. Want ik ben inderdaad altijd heel erg netjes. En heel erg rustig. En heel beschaafd. Goedemiddag. Goedemiddag, buurman Boosje. Buurman Boosje. Buurman Boosje. Oh, wat grappig. Echt goed, Elman. Wat is die boos? Buurman Boosje. Zonder pasje geen toegang. Goeiedag, meneer Aart. Goeiedag, buurman. Lekker weertje, hè? Ja, lekker, ja. Wat betekent dat eigenlijk, zonder pasje geen toegang? Dat je niet naar binnen mag als je geen pasje hebt. Oh. En hoe krijg je dan zo'n pasje? Die krijgen ze van mij. Oh. En aan wie heeft u zo'n pasje al gegeven? Aan niemand. Dus niemand mag naar binnen? Correct. Ik wil namelijk geen bezoek. Ik wil rustig mijn krantje kunnen lezen zonder te worden lastiggevallen door Jan en Alleman. Daar heb ik een hekel aan. Hé, hallo buurman. Oh. Hé? Hé? Wat staat daar nou weer? Dat jullie niet naar binnen mogen omdat jullie geen pasje hebben. Hé? Pasje? Ja, nou, een kaartje met je naam erop. Oh, leuk. Mogen wij er even eens zien, buurman? Nee. Oh, waarom niet? Ik wil ook wel eens zien hoe zo'n pasje eruit ziet. Omdat ik er geen heb. Hé? Oh, maar dan mag u ook niet naar binnen? Nee. Ja, zeg, het is mijn eigen huis. Ja, maar u zegt net zelf dat je alleen naar binnen mag als je een pasje hebt. Ja. Jongens, gaan jullie lekker tekenen, hè? Of met de bal spelen? Dan moet je niet met grote mensen zaken. Buurman, ze hebben wel gelijk. Hoe bedoelt u? Nou, als je alleen maar naar binnen kan met een pasje en u heeft geen pasje, dan mag u ook niet naar binnen. Ja, het is mijn huis. Ja, nee, maar regels zijn regels. Meneer Aart, wij zijn toch vrienden? Kunt u niet een oogje dichtknijpen? Dus u wilt zonder pasje naar binnen? Voor één keer? Dan vooruit dan maar. Maar... Oh, eerst even kijken of er niemand kijkt. Hè? Ja, ga maar, vlug. Ja. Dank u wel, meneer Aart. Volgende keer wel een pasje meenemen, hè? Ja, meneer Aart. Dag, buurman. Dag. Kijk. Oh, zo, zeg, zo. Allemaal gevulde koeken. Ja, en die zijn lekker allemaal van mij. Oh, nee, wat krijgen we hier nou? Hoezo, wat krijgen we nou? Heb je nog nooit iemand een rugzak zien inpakken? Met gevulde koeken? Ja. Dan gaat u een snoepreisje maken, soms. Ja, ha, 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 ha. Wat zijn we toch altijd weer grappig in Sesamstraat. Nou, deze buurman gaat mooi van doei. En die gaat jullie helemaal niet missen. Ja. Nou, maar bij u wel, ja, hoor. Ja, dat zal wel. Hé, buurman, mogen we niet mee? Ja, en dan meegevulde koeken zeker opeten, hè? Nou, mooi. Kijk, zal ik even... Nee, ik kan dat prima zelf. Ja, kom maar hier. Laat nou, vervelende vent. Maar dat is toch allemaal veel te zwaar? Hoe je met een rugzak moet lopen.
Zo, daar ga ik. Oh, oh. Oei, oei. Kijk, oh, oei, 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 van die koeken in uw rugzak. Ja, dat denk ik ook. Wacht even. Ik zal er een paar uit. Is dat beter zo? Ja, dat scheelt inderdaad wel een beetje. Nog een beetje zo? Eigenlijk zit wel beter. Een heel stuk, ja. Maar ja, wat doe ik nou met al die koeken? Oh, daar weten wij wel weg mee. Ja, ik wilde dat twee. Nee, het zijn mijn koeken. Ja, ja. En daar blijven jullie mooi vanaf. We willen alleen maar helpen. Ja. Ja. Nee, jullie willen mijn gevulde koeken opeten. Ja. En die zijn toevallig van de buurman. Dus ik eet ze allemaal zelf helemaal alleen op. Nee, hè. Oh-oh. Wacht even, buurman. Volgens mij is dat niet zo goed. Zoveel gevulde koeken tegelijk eten. Nee. Dat is helemaal niet gezond. Nee, nee. Dat zeggen jullie alleen maar omdat jullie mijn gevulde koeken willen hebben. Ja. Buurman, doe dat nou niet. Ik word een heel... Ik word een heel klein beetje draaierig. Ja. Ik ben denk ik ook een heel klein beetje misselijk. Ja. Wat? Ja. Misschien moet ik heel even gaan liggen. Ja. Nou. Nou. Ik denk, jongens, dat we de buurman maar een kaartje moeten sturen. Oh ja. Ja, een heel mooi kaartje. Ja, ja, met heel veel beterschap. Ja. Ik heb denk ik een beetje de koekeritis. Oké, kom maar. Hij is zo zwaar, joh. Ja, ja, maar hier proberen. Echt, toch? Even hier proberen. Ja, gezellig. Ben benieuwd. Ja, 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 ja. Ja. Wat moet dat? Heeft u nog oud papier? Ja. Oud papier? En waarom willen jullie dat weten? Nou, dan kunnen wij dat wegbrengen. Ja, ja, naar de papierbak. Ja. Goed, vooruit dan maar. Oh, wow. Echt? Wat lief! Zo. Echt hele gezellig. Ja, dank je wel, buurman. Nou, een kusje. Kom maar, Pina, kom maar. Zoveel hebben we al, hè? Ja. Die kinderen, die zijn iets van plan. Iets stiekems. Maar ik heb ze door. Ja, wat blijft hij nou? Ik weet niet. Hij zou toch met de flessen komen? Al lang, hij zou er al lang zijn. Ja. Koeheus, Pino zou er nog niet komen. Nee. Ze gaan helemaal niet naar de papierbak. Ze gaan naar de glasbak. Zijn wij te vroeg? Ja, ik denk. Betrap! Ja! Jullie wilden mijn oud papier in de glasbak gooien, hè? Echt? Nou, mooi niet! Nee, tuurlijk niet! Echt niet, buurman. Nee, dat past toch helemaal nee. niet? Nee, dat past wel. Je. Tuurlijk dat, past dat. Hier, niet. Kijk maar. Dat past nee, wel. Buurman. Wel als ik het oprol. Buurman, buurman, buurman. Wat doet u nu? Dat is oud papier. Ja. Dat weet ik. Dat hoort niet in de glasbak. Dat weet ik. Nee. Dat hoort in de... papierbak. Dat weet ik. Dat weet ik. Als u dat zo goed weet, waarom propt u het dan in de glasbak? Dat doe ik niet. Ja. Dat doen zij. Echt niet. Heten. Wel, wel, wel. Waarom staan jullie anders met mijn oud papier bij de glasbak? Omdat ze mijn flessen in de glasbak gooien. Ja. Nee, 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 nee. Ah. Hier. Kijk, buurman. Ik zal het voordoen. Zo. Zo doe je dat. Ah. Ja, nou. Fijn dat u het nog even voordoet, meneer. Graag gedaan. Puh. Graag gedaan. Ja, ik ben de politie. Ah. Ah, ja. Ik ben een boef. Pas op, pas op. Kom met de politie. Ik ben de brandweer. Oh, nee, daar is de politie. Willem, stop, stop. Ja. Hou daar eens onmiddellijk mee op, zeg. Nee, dat kan niet, want ik ben een boef. Ja, en ik ben de brandweer. Ja, ja. Hou op, hou op. Nou, nee. We mogen toch zeker wel op straat spelen? Straks beschadigen jullie mijn auto. Echt niet, heus niet. Nee. Dat doen we heus niet. Maar ga eens opzij, want ik ben dat de doen jullie wel ik en ik zeg, hou er mee op. Onmiddellijk. Oh. Nu. Hé, hey. Nou, nee, wat is hier aan dat? Wij moeten ophouden. Ja. Ja. Aha. En waarmee moeten jullie ophouden? Met spelen. Ja. Moeten ze ophouden met spelen? Ja, want ze doen heel wild met die dingen. Ze doen helemaal niet
Echt niet, echt niet. Ja, nee. En straks, dan gebeurt er wat. En dan? Nee hoor, nee, ze zijn echt heel voorzichtig. Ze vallen nooit. Ja, nee. Dat ze vallen kan me niet schelen, maar straks beschadigen ze mijn auto. En dan? Nee, doen ze ook niet. Dat doen ze wel? Hier, ze doen zo. Ze komen bijvoorbeeld aan met die step. En dan doen ze zo, zo, zo. Gaan ze heel wild. Ze kijken helemaal niet uit. Ze letten helemaal niet... Nee! Oh, mijn lach! Nee! Mijn lach! Buurman! Oh! Dat is niet zo slim, hè? Ja, dat komt door die kinderen van jullie! Oh, is hij nog heel beschermd? Ja, die is nog helemaal heel. Die is nog Hey, buurman! Oh! Echt hoor, het is uw eigen schuld. Oh, wat erg! Hé, hey, Pino. Hij kan gewoon genees niet stippen. Oh. Nee. Jongens, gaan jullie mee? Dit ik moet toch wat brieven op de bus gooien. Ja, daar was ik de postbode. Oh, ik ook. Kijk, ik wil eerst. Ik toch met één been. Ja, daar gaat mijn no claim. Oh, wat erg. Oh, dat ik dat nou weer heb.